Luis Suárez speelt komend seizoen gewoon in de Euroborg. Althans, daar gaat de clubleiding van FC Groningen vooralsnog van uit. De arbitragezaak van gisteravond heeft die hoop niet doen vervliegen. FC Groningen betoogde gisteren in Zeist dat het wel meevalt met de mate waarin Suárez zich sportief en financieel kan verbeteren als hij bij Ajax zou tekenen. Volgens directeur Hans Nijland zijn er bovendien voorbeelden van andere voetballers die ondanks een vermeende positieverbetering gewoon aan hun contract werden gehouden. Kijk naar Samaras, kijk naar de broertjes de Boer en die zouden van Ajax naar Barcelona. Werden allemaal in het ongelijk gesteld, maar ja, dat zegt me allemaal niet zoveel. Hè. Het gaat om het heden, het gaat om de dag van vandaag. En, nou ja, wat wij hebben aangegeven is sportieve verbetering van Ajax. Daar hebben we toch wat genuanceerd in die zin. Namelijk, Groningen en Ajax komen allebei uit in de Eredivisie, in de KNVB-beker en in de UEFA Cup. Tenminste, als Ajax de voorronde van de Champions League niet overleeft. Of zoals raadsman Wim Entzinger het stelde, of je nu in het groen-wit of in het rood-wit tegen PSV speelt. Suárez kan zoals bekend wel meer verdienen bij de Amsterdammers. FC Groningen heeft hem onlangs een bonus van 1,5 ton aangeboden voor elk seizoen dat hij nog blijft. De kloof tussen zijn huidige salaris van €280.000 en zijn eventuele verdiensten bij Ajax, tenminste €850.000 per jaar, is zo een stuk kleiner geworden. Nijland vindt het wel vervelend dat door deze arbitragezaak de bedragen nu algemeen bekend zijn. Dat vinden we niet plezierig, dat is duidelijk. Maar ja, dat weet je, dat hoort erbij bij een arbitragezaak, omdat het vrij toegankelijk is, ook voor de media. Nou ja, het is niet te doen gebruikelijk dat salarissen, niet alleen in de voetbalwereld, maar ook in de normale maatschappij, tussen aanhalingstekens, liggen salarissen toch niet echt op straat. En ja, dat is nu gebeurd, dus in die zin vind ik dat best wel vervelend, ja. Mocht Suárez toch groen licht krijgen van de KNVB om naar Ajax te verkassen, dan heeft Groningen nog niet direct een vervanger klaarstaan. We gunnen ons ook nog eventjes de tijd. De markt sluit pas op 31 augustus. Ja, we zullen zien of het lukt. Maar voor die datum moet er in ieder geval wel een spits zijn? Nou, dat is ons streven, maar het moet wel zo zijn dat het ook echt een speler dan is die iets toevoegt aan de selectie van FC Groningen. Dat is het uitgangspunt.